Ja, op 11 oktober ontving ondernemersvereniging Busy een derde CCV-ster. CCV, dat is kort voor Centrum voor Criminaliteitsbestrijding en Veiligheid. Ik heb dat keurig opgezocht natuurlijk. En in 2014 en 2016 werden de eerste sterren in ontvangst genomen. En nu dus de derde. Martijn van Battem is voorzitter van ondernemersvereniging Busy Terneuzen. En hij is onze gast. Welkom Martijn. Leuk dat je er bent. Lekker door het zonnetje gelopen naar hier toe. Lekker door het zonnetje. Vanmorgen een beetje regen, maar nu is het prima. Hè? Mooi, hè? Ja, wat ja. Ik net zei over die van Steenberg. Dat is, als je er doorheen rijdt, dan kijk even naar de jongens. Dat is toch echt wel... ja, was mooi. Oké. De dichter werd in mij wakker. Maar ja, mijn rijmen en dichten is niet zo geweldig. We gaan over het keurmerk even praten. Want ik meldde dat het keurmerk Veilig Ondernemen, dat draait om. Is dat dan nu binnen, nu een derde CCV-ster hebt? Moet ik dat zo zien of hoe werkt dat? Er staan twee dingen eigenlijk los van elkaar. Je hebt de ster die wordt uitgereikt door het CCV. En het keurmerk Veilig Ondernemen, dat is eigenlijk het overkoepelende naam voor de groep waarmee we dat uitvoeren. Mm-hmm. Dus in die groep van keurmerk Veilig Ondernemen zit brandweer, zit politie, zitten ondernemers, de gemeente is erin vertegenwoordigd. En dat valt onder het keurmerk Veilig Ondernemen. Oké, dat is een samenwerking tussen jullie hier in het Terneuzen. Klopt, in de binnenstad. Dus je hebt meerdere... Wel de binnenstad eigenlijk. Ja, echt de binnenstad, okay. Want je hebt voor meerdere bedrijfsterreinen heb je het keurmerk Veilig Ondernemen. Dus je kan dat echt afbakenen. Wij hebben dan de binnenstad tot aan Schuttershof. Dat is het gebied waar wij ons op focussen. Je moet verder kijken als winkelgebieden dan, hè? Bedrijfterreinen, zeg jij dus. Bedrijventerreinen, maar je kan ook bijvoorbeeld een stuk van een stad kan ook een KVO hebben. Maar wij richten ons echt op de binnenstad. Dus zeg maar eventjes van het gemeentehuis tot aan Schuttershof. Dat is de scheidslijn. Ja, oké. Dit is hem trouwens. Je hebt hem bij. Dit is hem, ik heb hem bij. Ja, we hebben beeld tegenwoordig, dus... Kijk, we houden hem even omhoog, keurig. Is dat belangrijk, zoiets, dat je zo'n prijs krijgt? Nou, de prijs is misschien minder belangrijk. Nee, dus een stukje erkenning. Ja. Maar kijk, het keurmerk Veilig Ondernemen, het wordt wel eens onderschat. Ondernemers vragen, ja, wat hebben wij eraan? Ja. Dat is iets wat ik graag wil uitleggen. Kijk, wat ik net zei, het is een samenwerking met gemeente, brandweer, politie. Het belangrijkste is dat we op een andere manier even naar de stad kijken. Naar het stukje waar wij over gaan. We lopen twee keer per jaar lopen een schouw. Een keer in de avond en een keer overdag. Mm-hmm. Dus s'avonds kijken, we branden alle lichten, staan lantaarnpalen recht, liggen stoeptegels recht. Nou, allemaal dat soort dingen, dat wordt allemaal meegenomen. Dus het is veel breder dan alleen maar... mensen richten zich altijd op het veiligheidsgebeuren, maar het is veel breder eigenlijk dan dat. Ja, overigens CCV, ik hoor ook in spots of zo over betalingsveiligheid. Valt dat ook onder CCV of is het ook van hun? Nee. CCV betalen, dat is weer iets anders. Okay. Met de pintransacties en dergelijke. Juist, nee, ik hoor die term CCV weer komen. Nee, dat zou dan nou hetzelfde zijn. Dat is niet zo. En dat doe je met die groep keurmerk Veilig Wonen, laat ik het zo. Keurmerk Veilig Ondernemen. Daar hou je mee door de stad. We lopen letterlijk door de stad. Waarin we een vaste route lopen. En alles onder de loep wordt genomen. Mm-hmm. Maar ook of er vuilnisbakken, of die geleegd zijn. Of het netjes en schoon is natuurlijk. Mm-hmm. Maar ook of er geen containers staan waar ze niet horen te staan. Ja. Het is heel breed. Oké. Nou heb je deze derde ster. Is dat dan de laatste ster? Ik moet heel eerlijk bekennen. Dat is er nog even. We hadden zoiets van, na drie sterren vindt het wel eventjes mooi. Maar binnen het bestuur van de ondernemersvereniging hebben we er nog eens kritisch over gesproken. En eigenlijk willen we graag verder. Je hebt een vierde ster, je hebt een vijfde ster. Oh, dus, toch wel? Ja, je kan tot bijna in het oneindige kan je verder. Maar met name de schouw die we lopen, dat soort dingen. Kijk, dat vinden we dusdanig belangrijk. Ook gewoon voor het hele leefgebied. Dus hebben we gezegd, we gaan verder met voor een vierde ster. Oké. Wat moet je dan? Moet je nog steeds iets meer doen voor elke ster? Ja, er hangt een hele lijst van activiteiten hangt er aan vast. Zo hebben we bijvoorbeeld voor het realiseren van deze ster hebben we een aantal bijeenkomsten gehad met ondernemers over veiligheidspreventie, maar ook antidiefstal. Dat soort dingen die doen we. En elke keer, er komt elke keer meer bij. Okay. In de studio bij ons zit Martijn van Battem van ondernemersvereniging Busy Terneuzen. We hadden het over de derde CCV-ster. Hebben het uitgebreid over het keurmerk Veilige Ondernemen. Ook de groep die dat regelt. De zorgenstad op zich. Laat ik eerst deze vraag stellen. Hoe kun je dit vermarkten, Martijn? Of is dat niet de bedoeling? Je zei net ondernemers vragen, wat hebben wij eraan? Ja,
Kijk, voor markt is het natuurlijk altijd een beetje lastig. Maar wat we onder andere doen aan het eind van de periode waarin we de CCV-ster willen halen, is altijd een enquête. Dus we gaan altijd alle ondernemers af. Mm-hmm. Nou, en uit die enquête haal je weer heel veel. En kijk, en zo kan je het ook overbrengen. Als mensen zien dat je iets met die enquête doet, met de uitslagen van de enquête. Er iets mee doet ook. Dat je er ook iets mee doet. Kijk, ja. Dat is met alles natuurlijk. Ja. Als je er niks mee doet en het verdwijnt in la, dan heb je ook geen medewerking. Nee. Maar mensen zien echt dat we er iets mee doen. Mm-hmm. En dan merk je dat toch het enthousiasme langzaam toeneemt. Oké. Dus dat op die manier werkt dat. De binnenstander ontkomen er niet aan. Ik heb het al gezegd. Ook hier is de leegstand. Dat is toch een geweldig zorgenkindje voor jullie. Dat is inderdaad een enorme uitdaging. Je zegt het goed, ja. Wat dacht je als wij zegt zorgenkindje, zeg ik uitdaging. Ja. Nou, ja, want dat is het natuurlijk. Nee, ook een uitdaging. Daar heb je absoluut gelijk in. Het is iets wat ons bijna dagelijks aandacht heeft. Het is landelijk natuurlijk. Het is een landelijk probleem. Het is niet alleen Terneuzen. Ik moet wel zeggen dat je nu... ik zie toch altijd lichtpuntjes. En je ziet wel dat er nu dingen gebeuren die daar een gevolg van zijn. Dus je ziet in één keer pop-up winkels komen. Je ziet er initiatieven ontstaan. Die eigenlijk, waar we een heel tijd gemikt hebben natuurlijk op groot winkelbedrijf. En waar je nu niet mee moet zijn. Je ziet nou in één keer winkeltjes komen. Die gewoon de kans krijgen om te starten. Ja, dat vind ik een goeie. Want mijn volgende... Ik zie dat ook al een paar jaar en denk ik ook altijd van... waarom kunnen kleine winkels niet tegen misschien een aantrekkelijke huur... of daar goede afspraken over, dat ze niet gelijk het vel over de neus getrokken worden... vanwege een te hoge huur. Gewoon starten, iets doen, iets opzetten. Dat zie je een beetje... Daar zie je een kentering in komen. Kijk, dat is natuurlijk jarenlang is van, dit is de huurprijs, er is niet over te praten. Ja. Kijk, en daar zie je nu wel verandering in komen. Uiteindelijk, je pand wordt veel mooier als het verhuurd is. Tegen mij wel. Tegen welke prijs dan ook. Kijk, we hebben ook een periode gehad dat iedereen dacht dat het gratis moest. Nou, kijk, gratis bestaat niet. Dat is heel simpel. Maar er moet ook een stukje ondernemersdrang in zitten. Nou, daar hoort ook iets bij. Ja. Maar als ik zie, er is een nieuwe fietsenwinkel in de Noordstraat gekomen. Er is een wolbreiwinkel erbij gekomen. Er is een vintage winkeltje bijgekomen. Gelukkig is de Intertoys weer terug. Hè. Ja. Nou, dat zijn positieve dingen. Jij noemt een aantal winkeltjes. Winkeltjes, met respect gesproken. Maar nee, zo bedoel ik het niet. Maar die aantrekkelijk zijn om naar een binnenstad te gaan. Als ik zelf naar een binnenstad ga en ik kom alleen maar de grote winkelbedrijven tegen. En ik weet het, kledingzaken, schoenenwinkels, die moeten we hebben. Maar als ik er op een gegeven moment 6 heb, dan weet ik het wel. Misschien omdat ik een man ben, dat zou kunnen natuurlijk, dat weet ik niet. Maar als je die kleine, leuke, aantrekkelijke winkeltjes hebt... Dan kom je sneller voor naar de stad toe om te winkelen, zal ik maar zeggen. Ja, om te neuzen, om rond te kijken. Dat is natuurlijk ook iets waar we ons kunnen onderscheiden. Hè? Ja. Als je kijkt naar de grote winkelgebieden... waar het aan aanschakeling is van groot winkelbedrijven... Ja. Hey, de zelfstandige ondernemers zijn, dat zijn gewoon de mensen die het maken. Die vegen elke dag netjes hun stoep. Die zorgen dat er met Sinterklaas dat er netjes uitziet. Dat met de kerst er netjes uitziet. Kijk, ik denk dat dat heel belangrijk is. En je ziet nou weer die zelfstandige ondernemer terugkomen in de straat. Natuurlijk, er liggen echt nog genoeg uitdagingen. Ja, nog wel. En er zullen nog een aantal dingen moeten veranderen. Maar ik denk wel dat we weer een beetje op de goede weg zijn. Oké. Ja, de verandering naar het digitaal is een hele grote... We hebben ooit de technische revolutie gehad. We hebben de digitale revolutie. Maar die gaat op diverse fronten door. Gaan er nog dingen gebeuren in de Noordstraat? Ik hoor het gerucht dat het ABC-complex doorgebroken gaat worden. Naar het Arsenal. Ik hoor ook heel veel geruchten. Met name vanuit het gemeentehuis. Maar ik ben altijd een beetje terughoudend. Als ik het zie. Het moet echt gebeuren. Kijk, we hebben jarenlang over de Nieuwstraat gesproken. Ja. En nu uiteindelijk gaat er wat gebeuren. Daar gaat echt wat gebeuren. Maar dan is dit is ook dan het moment. Maar kijk, in de Noordstraat zijn heel veel plannen. En er wordt over heel veel dingen wordt gesproken. Ja. Maar want dat is een serieuze doorbraak. Want het is bijna als het ware een nieuw winkelcomplex. Waar we zeggen van, hey jongens, dan gaan we eventjes doorhakken. Het zou wel een mooie aansluiting zijn. Het zou absoluut een mooie aansluiting zijn. Ik denk ook dat het Arsenaalgebouw veel meer tot zijn recht gaat komen. Maar goed, het is als gewoon normaal. Het gaat over geld, hè? Dus, over geld, ja. Het is een positieve gedachte, Martijn. Dus, absoluut. Volgens mij gaat er wel iets gebeuren, hoor, of niet? Tot slot van dit gesprek. 16.11, dan komt hij weer. De Goedheiligman. Jullie organiseren dat. Gaan we niet meer over praten. Maar zwart, grijs, roetveeg. Wat gaat het worden, Martijn? Het is een ongelooflijke discussie die elk jaar weer de kop opsteekt. Belachelijk eigenlijk, maar vooruit. Ja, persoonlijke mening. Wij zeggen, het is een kinderfeest, laat dat vooral voorop staan. Maar ik kan mensen de geruststellen, in Terneuzen zijn er ook zwarte pieten aanwezig bij de intocht. En als er al een veeg is, dan is het een verre neef waarschijnlijk. Precies. Een andere deel van het land die ook wil helpen. Precies. Kijk, goed. Dan zijn we er een beetje. Martijn, bedankt voor je komst in de studio. Graag gedaan. Hartstikke leuk. Graag tot de volgende keer. De derde CCV-ster is 11 oktober uitgereikt aan Busy Terneuzen. En daarmee het keurmerk verder. Gewoon, is eigenlijk niet zo, maar in ieder geval die ster is er. Martijn van Battum, voorzitter, was onze gast vandaag. Hij ligt de een en ander toe.